Een nieuwe week, een nieuwe vlog. Vlog nummer 35 alweer. Het gaat hard, lieve mensen. En ik heb daar heel veel zin in. Yo, Simon. Yo, hoe is het met de patiënt? Weet je, ik ken nou ook veel rust in mijn systeem, want ik weet gewoon dat ik ken uitzoeken. Want als ik je allemaal toch daar dacht van, nou, wat ik nou, gaat het nou, gaat het dan, dat is mijn stem, weet je. Ja. Ik wou even checken of het, of je enigszins opknappen, maar niet dus. Nou, waardig. Nou, hey, beterschap weer. Yo, oké. Okay. Yo, doei. Deel uitmaken van een duo kan soms best gewoon een beetje raar zijn. Vorige week kreeg Nick een keelontsteking, waardoor we twee shows hebben moeten cancelen. Die van Uden en die van Alkmaar. Die keelontsteking liep over in een soort griepje, een behoorlijke griep. Hij heeft het goed te pakken, waardoor de shows in... Waar stonden we eigenlijk? Tiel en in Rotterdam. Wauw. Het zijn er veel mensen. Waardoor die twee shows ook gecanceld moesten worden. En de show in Veenendaal daarbovenop nog. Uiteraard hebben wij nieuwe data gevonden. Onderin de omschrijving zie je de link daar naartoe. Iedereen die naar die show zouden komen, bedankt ten eerste dat jullie wilden komen. Sorry voor het feit dat het niet door kon gaan, maar een wijs man zei ooit, ziek is ziek. Maar we gaan het goed maken. Die andere shows gaan te gek worden. Maar het wordt later in het nieuwe jaar. Kortom, doordat Nick ziek is... heb ik opeens een week vrij. En in die week was de première van de film Gek van Geluk, waarvoor wij de titeltrack hebben gemaakt, Gek van Geluk. Hi. Hi. Hoe vaak gaan wij naar rode loper events? Per jaar. Per jaar? Per jaar niet. Gewoon niet. We doen het eigenlijk niet, maar er zit nu wel een stukje trots bij natuurlijk. Want we hebben de soundtrack gemaakt. Dus dan gaan wij met alle liefde die pers te woord staan. Nou, ik hoop dat wij nog aankomen. Het heeft al 4 keer vastgezeten met de hak in de straat. Nu moet ik op de teentjes lopen. Echt. Welkom. Echt? Bij de Glittering Glamour in Nederland. We lopen hier nu dus backstage rond in Tuschinski. En ik heb me een flashback nu, want in 2007 namen wij 's nachts, omdat we toen ook al belachelijk druk hadden, namen wij 's nachts hier de clip op van Pak maar mijn hand. Eindelijk had ik hem dan. Voor het eerst een titelsong waar ik zo ontzettend blij mee ben. Geschreven door Nick en Simon. En vanavond is bij ons Simon Keizer. De buiten is binnen. Blue Man en Goodie Bag. En een hele leuke avond achter de rug. Ja, ik vond... Hij was geslaagd, deze film. Ja, toch? En het liedje nog meer. Een paar dagen voordat Nick een keelontsteking kreeg, hadden wij een heel bijzonder iets in Leeuwarden. Wij zijn op volle oorlogsterkte onderweg naar Leeuwarden. Check ik even. Leeuwarden, zoals de Fries het zouden zeggen. Om daar een thuisconcert te geven voor een prijswinnaar van een bol.com actie. Dus het is in samenwerking met bol.com. Dit grote feest. En ja, ik ben altijd benieuwd waar ik dan beland. Is het hier? Nou, hier is het wel ergens in. We zijn te vroeg. Dat is een beetje ons handelsmerk. Check of ze al klaar is. Hoi, met wie spreek ik? Met Hey Danielle, je spreekt met Simon. Ben jij er al klaar voor? Nou, wat leuk. Heb je wel wat lekkers voor bij de koffie? Ik heb van alles op tafel
tafel staan. Ja hoor, komt goed. Oh, dat had niet gehoeven. Nou, tot zo. Tot zo. Doeg. Doeg. Wat een vrouwelijkert. Vlogcamera. Ja, maar wij vloggen allebei. Ik ben Simon. Kom binnen. Aangenaam, bakken. Oh ja. Nou. Hallo. Hallo. Hoi. 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 Nou, wat leuk dit. Wel gezellig, toch? En dat alles dankzij bol.com. Ja. Wat vond je het leukste nummer? Gek van geluk. Gek van geluk? Ja. Oh, nou, die kunnen we misschien mooi eens even repeteren. Ja. Ja. Hè, het punt is, dat is nu onze nieuwe single. En dan is het de bedoeling dat je hem overal een beetje gaat spelen. Bij regionale zenders en bij koffietijd van de week, volgens mij. Oh, ja. Maar we brengen hem het liefst met een band. Maar dat is weer heel veel gedoe. Heel veel tv-studio's zijn niet ingericht op een band en zo. Dus was de vraag, kunnen jullie met z'n tweeën met een gitaartje? Maar dat hebben we eigenlijk ook weer nog nooit gedaan, dus dat kunnen we nu precies. Het is wel een ideale test aan. Ja. En dan willen we van jullie eraan horen of jullie het goed genoeg vinden. Dit is het moment, ik word wie ik ben. Ontmoet in mezelf wie ik nooit heb gekend. Ik vertrek naar deze plek. Mooi hoor. Ja, kan die zo? Ja, absoluut. Mag ik dat weten waarom die tranen waren? Te veel. Of liever niet? Te veel gebeurd. En dan zo verlies achter elkaar die zoveel mensen doen. Dat is het meer. Want ze hebben allemaal gewoon voor mij een betekenis. Dus dan is alles bij elkaar gewoon. Maakt het heel emotioneel. Nou, een betere winnares was echt niet denkbaar. Wat zei jij? Het was top. Het was hartstikke leuk. Zij hadden allemaal een bepaald gevoel bij onze muziek. En ook alle vriendinnen en familie. Dit was helemaal op zijn plek. Ik ben er zelfs een klein beetje stil van. Ik sluit de vlog vaak af door te vragen om je te abonneren op ons kanaal. Maar ik krijg af en toe een opmerking van mensen die zeggen, ja, ik krijg helemaal geen notificatie als jullie iets uploaden. Dat kan kloppen. Naast het woordje abonneren staat een klein belletje. Heel simpel, tik die aan en je krijgt wel elke keer een notificatie. Gratis tip, doe ik gewoon. Dan rest mij alleen nog jullie te bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie volgende week weer te zien bij vlog nummer 36. Thanks, doeg!